Dan kijkt ze in de gangspiegel en opeens groeien daar hele kleine oortjes. Uit haar haar. Het gaat over een vrouw die ze zijn al wat jaren getrouwd en het leven is een beetje een sleur geworden. En op een goede dag, dan kijkt ze in de gangspiegel en opeens groeien daar hele kleine oortjes. Die moeder die zegt, als ze dan voor het eerst die oren ziet. Ja. Nou, het is eigenlijk je eigen schuld. Jeannette, die denkt dat ze er heel gek uitziet, maar niemand reageert op haar oren. Mm. Iedereen die zij tegenkomt, ze signaleren het wel, maar zij voelt zich veel gekker dan dat andere mensen het vinden. Ja. Het mooie is als het ertussen blijft of het misschien wel tussen haar oren zit. Het hele idee van konijnenoren. Of niet. Of dat ze echt zijn en dat ze. Maar in ieder geval moet ze accepteren wie ze is. Met konijnenoren. We gaan nu de scène draaien dat Jeannette aanbelt bij de dochter. En ze zet haar muts af. Twee konijnenoren komen daaronder vandaan en de dochter. Die kijkt naar die oren en die vindt het haar probleem. Die zegt, wat erg mam, maar Stijn komt zo, mijn vriend. Sorry, en ze doet de deur dicht. Binnen hele kleine producties ben je natuurlijk afhankelijk van enorm veel goodwill. Bovendien is dit project tot stand gekomen door crowdfunding. Dus we waren enorm afhankelijk van de bereidwilligheid van sponsoren om een bijdrage te leveren. En daarnaast ben je natuurlijk afhankelijk van de goodwill van je crew en je leveranciers. Als er weinig budget is en mensen doen het allemaal op basis van goodwill, dan zien mensen dat als vrij werk. Mensen willen dan eigenlijk er alles uithalen. Ik denk dat het filmpje wel ietsje absurd, ja, nog is anders van sfeer, denk ik, dan het boekje. Maar het gegeven blijft hetzelfde. Het gegeven is natuurlijk wel eens, je moet jezelf accepteren met al je vreemde, rare dingen. Ja. Die je hebt, die je bij jezelf ontdekt tijdens het leven. Ja.